is, daar zijn we gewoon net te laat voor de start. En het is natuurlijk, de singeloop zou niet compleet zijn zonder dat ik mijn startende Frits ga zien. Ik heb hem met het team nog niet gezien. Maar we gaan eens kijken of we toch nog een aantal starters even snel kunnen spreken of een hele kleine pep talk kunnen geven. Het ziet er nou uit dat jij er helemaal klaar voor bent. Zeker, zeker. En zin in. Jullie staan helemaal klaar om iemand te supporteren. En wie, voor wie ben je hier? Voor onze dochter, 17 jaar. Ze gaat de 10 kilometer uiteraard doen. Oh, kijk eens even. Ja, 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 ja. Ik zie die kuiten al hoor. Lekkere warming up, hè? Ja, hard nodig. Ik ben een beetje bang dat ik het niet ga halen, maar... Zo niet? Ja, omdat ik nog geen keer zoveel geoefend heb. Maar hoeveel heb je daar getraind? 6 kilometer. Oh. Maar ik denk dat iedereen die hier aan de kant staat jou zo ontzettend kan gaan oppeppen, dat jij gewoon die finish kan gaan halen. Ja, dat hoop ik ook. Binnen een uur. En we zijn ze, jongens. Met uw applaus van de mannen en vrouwen langs de kant. Kijk eens wat de kolonne er allemaal voorbij komt. Met Lotte erbij en Dennis en Jan-Pieter en Bas en Sjors. En terwijl de laatste hardlopers zijn vertrokken van de 10 kilometer, komen de eerste alweer een beetje terug. Waaronder hier twee enorme snelle jongens. We gaan eens even, kom eens even hier. Potverdorie, jullie hebben hem gewoon al binnen. Wij hebben hem gewoon samen gelopen. Tommy, maatje. Kom eens even erbij. Ik heb voor hem ook gelopen. Het was mijn haasje, hè? Dus hij heeft mij over de streep getrokken. Had dus, je hem nodig, dat haasje? Zeker wel. Ja, het was pittiger. De sfeer is geweldig. Sfeer. Alles. Ja, jij bent er ook weer, Esther, dus dan is het altijd goed. Hey, en hoe ziet de dag van morgen eruit na zo'n ongetrainde 5 kilometer? Dan komen we uit bed en hebben we een beetje spierpijn, denk ik. Gaan we een beetje smeren met een beetje balsem. Ja, en dan gaan we toch weer werken, want ja. Werken, we gaan door, hè. Dus, maar met een grote glimlach. Een grote glimlach. Ik leg mijn duim om, laat werk. En we hebben het samen gedaan. We hebben het samen gedaan. Ja, het samen gedaan, man. Hoe was het om te rennen weer? Heerlijk. Ja, ik heb lekker gelopen. Ja? Ik heb het in het begin rustig aangedaan, maar het kon ook niet anders, want het was heel druk. Ja. Maar dat was een voordeel, want dan kun je na de rand halverwege kun je heel veel mensen inhalen. Dat is lekker, hè? En dat is zo'n fijn gevoel. Voelt toch wel euforisch, hè? Ja. En dan, kijk, dan krijg je op het einde zo'n plak, hè? Ja. Is dat niet mooi? Daar doe je het allemaal voor, hè? Daar is het voor, hè? Ja, het is natuurlijk een geweldig feest. En het weer is natuurlijk super. Voor de lopers wellicht wat warm, maar... Ik heb begrepen dat het onvoorstelbaar druk is aan de kanten, dus langs het parcours. Ja, 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 ja. Jij hebt er hoeveel al gelopen? Ja, 10 kilometer nu, hè. 10. Ja. En waarom dacht jij, ik neem lekker die vlag mee? Nou ja, dat was gevraagd. Dus wij helpen heel veel mensen naar een mooie eindtijd. Okay. Dan hoeven ze alleen maar achter ons aan te lopen en ja, ze komen een beetje rond die, in mijn geval, 56 minuten uit. Ja, want dat is even voor de niet-renners. Waarom, waar is dit voor dan? Nou, het is heel moeilijk om een vlak tempo te lopen en wij proberen zo vlak mogelijk tempo te lopen. Dat ze in mijn geval rond de 56 minuten binnen zijn, zeg maar. Wij zijn hier naar aanleiding van het overlijden van mijn man. Met de familie, met kinderen, kleinkinderen. De collega-lopers van de loopgroep Goorle-Tilburg. Ja. Dus iedereen loopt 5 kilometer, 10 kilometer, 21, 800 meter, 2200 meter. Hij was zelf een fanatieke loper, ook met onder andere de singeloop. En op zijn ziektebed is het idee ontstaan om met de familie dat door te zetten. Op hen. Zullen we even een warming-up? Je was er helemaal klaar voor? Ja, ik was er helemaal klaar voor. Ja, ja, pof niks. Nee, het valt een beetje tegen. Het is warm, dus dat is wel lastig. Hoe is de sfeer, Breda? Maar moet jij eigenlijk dadelijk nog extra opladen of jij gaat dadelijk naar het startschot hetzelfde als het eerste keer? Nou, ik vind het warm zat en ik was van plan om rustig te starten, dus ik hou het hierbij. Ja hoor, en daar gaan we. Met uw applaus langs de kant. Kijk eens al, de 21 kilometer, 100 meter. Zij gaan er aan beginnen. Hoe ging het? Ja, ging goed de eerste 10 kilometer. En daarna besefte ik hoe warm het was. Maar bleef tempo proberen te houden. En 1:27, net de tijd.
hartstikke kapot. Ik doe het hem niet na. Ik doe het hem niet na. Hoe trots zijn jullie? Ja, onwijs trots. Onwijs trots. Terwijl iedereen hier binnen gehaald wordt als ja, als ware helden, moet ik ook wel zeggen dat je ook echt heel veel EHBO'ers naar de mensen toe gaat. En ik snap het ook, want je hebt zo lang getraind voor die 21 kilometer. En dan voel je die streep aankomen en dan word je ook nog helemaal gedragen door al het publiek hier. Je gaat kapot. Echt, mensen in rolstoelen en hangend over de hekken. Want wat nou gestart gaat worden is natuurlijk wel, ja... Precies, het hoogtepunt van de dag. Eigenlijk wel, hè? Zo is het. Je moet altijd met het hoogtepunt eindigen. Toch? Als je een beetje terugkijkt aan wat er allemaal gedaan is en gebeurd is vandaag, wat wordt er dan gezegd door deze microfoon? Nou, ik denk dat iedereen ongelooflijk veel plezier gehad heeft. Het is natuurlijk fantastisch weer geweest. Dat hebben we ook wel in de stad gezien. Heel veel mensen die met ongelooflijk veel plezier hadden. Lekker met een biertje langs de kant stonden of met een frisje. Ja, alleen jammer dat je twee keer een vertraging hebt gehad. Maar ja, dat is ook door het weer gekomen. Maar goed, daar zijn we op voorbereid. En dan is ook de consequentie dat je dan verantwoordelijk gedrag moet vertonen. Gewoon zeggen, jongens, even in de vertraging. Nou, dat doen we. Maar ik heb niet het idee dat die 2000 kinderen die achter mij staan daardoor minder enthousiast gaan rennen zo meteen. Oh, helemaal klaar voor? Ja! Ja! Sowieso! Hey! Hey! Van links naar rechts, van links naar rechts. We hebben in ieder geval nog nooit zoveel deelnemers gehad als dit jaar. Dat wil zeggen, we zitten ergens tussen de 19.500 en 19.600. Exacte aantallen weet ik nog niet, maar wel dat het daartussenin zit. Nou ja, we hebben nog nooit boven de 19.000 deelnemers gehad. Dus wat ons betreft, ook op dat punt een geslaagde dag. Ah, daar gaan we. Met jullie applaus, jongens. Met jullie applaus. Daar gaan ze. Oh, wat een mooi gezicht. Wat een mooi gezicht. Kinderwagens, buggies. Zet hem op, shoot. Zet hem op. Kom maar bij ons. Hallo, chef. Die zorgen dat iedereen naar de sportschool terecht kan.